Stephanie, de leven is verwoest. Ons leven is eigenlijk ook verwoest. De dader, die rijdt nu gewoon vrolijk rond. De strafmaat die mogelijk is, is 240 uur taakstraf en 2 jaar rijontzegging. Voor mij wel een reden om te zeggen, van, nou, ik wil daar mijn woordje wel over doen. Kijk, Stephanie zoals ze was, dat gaan we niet meer bereiken. Maar we moeten er wel zo dicht mogelijk tegenaan komen.